En zijn we weer YouTube-kijkers. Vannacht heb ik eigenlijk genoeg te doen. Eerst naar de tandarts, dan nog werken. En misschien vanavond nog kaarten. Maar jullie hebben al een special gezien. Het staat niet bij de titel, maar ik ben dus gisteren met bevrijdingsdag bij de basiliek geweest. Het was dus een beetje die aan het spelen was. 10-11 dus, dat zegt de titel ook al. En eigenlijk gewoon blijven kijken en delen alsjeblieft. Maar het eerste was echt geweldig en gezellig. Dus ja. En ik ga dus nu naar de tandarts toe. Even gaan kijken hoe en wat. Dus en ik heb het werk net moeten inlichten dat ik eventueel later kan zijn. Maar daar ga ik niet van uit. We zijn ondertussen bij het werk. En als je wel een druk wordt, maar bij het tandarts was het in ieder geval goed gegaan. Ik ga nu zoetje aan kaarten. En ik ga gewoon lekker met de bus. Een beetje simpel doen. En het is echt mooi weer. Dus vandaar dat ik een vest aan heb. Dus ja. Maar ik ga dus kaarten. Ik weet alleen nog niet wat voor deck ik ga spelen. Maar dan zien we vanzelf wel hoe en wat. En als het lukt om te filmen, probeer ik dat natuurlijk te doen. Maar dan moet je niet te snel van uitgaan. Dus ja, ik hou jullie op de hoogte. Nou, ik ben inmiddels bij de spelwinkel geweest, bij het toernooi dus. En van de vier rondes heb ik er maar eentje helaas gewonnen. Jammer, maar oké, het was wel leuk. Maar ik ga nu zoetje naar het station toe en vanuit daar de bus naar huis. En we zijn thuis. Ik ben eerlijk gezegd best moe. Maar ja, dat klinkt ook wel logisch, want ik heb een vrij slechte nacht gehad. Dus ja. Maar ik kan nog even tv kijken. En dan zoetjes aan slapen. Dus tot mijn volgende vlog. Houdoe.